Goedenavond, dames en heren. Weer een gezellige tafel bij Reactor met twee mensen uit Odiliapeel. En als u het een beetje kent en deze tijd van het jaar, we noemen Odiliapeel, dan gaan we het natuurlijk hebben over de Schapendag. Huub Smeets en Annelies Smits, welkom aan tafel. Huub, even met jou, heel even in het kort. De Schapendag voor mensen die het niet weten. Ik denk dat het een halve persoon is die het niet kent. Even heel kort voordat we naar de actualiteiten gaan. Nou, Schapendag is een evenement wat 43 jaar bestaat en waar we proberen mens en dieren bij elkaar te brengen. Nou. Het is eigenlijk een heel oud evenement, althans qua historie. Wat begonnen is met de contacten in Exlo in Drenthe. Waar vanuit de carnavalsvereniging een contact was. En daar hadden ze schaapscheerdersfeesten. En dat concept hebben we gekopieerd. En Exlo en Odiliapeel liggen dusdanig ver van elkaar dat het elkaar niet bijt. Dat het elkaar niet bijt. Nee. Voordat we naar alles gaan luisteren over de Schapendag met Annelies en met Huub, gaan we toch eerst even kijken naar de actualiteiten van vandaag. Een fietsenwinkel aan de Liesenstraat in Uden stond dinsdagavond vol rook door een brand binnen. Brandweerlieden gingen met speciale ventilatoren aan de haal om de rook uit de winkel te blazen. In het eerste opzicht stond de winkel vol met rook, maar was er geen spoor van brand te zien. Maar waar rook is, is vuur en na een lange zoektocht door de rook vonden zij alsnog de brandhaard. De brandweerlieden kwamen tot de conclusie dat een elektrische fiets vlam had gevat. Het was moeilijk te blussen, maar uiteindelijk hebben ze de fiets in een dompelbad gelegd. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is niet bekend. De raden van de gemeente Landert en de gemeente Uden zijn op maandag 3 juli in gesprek gegaan over de motie verkennend onderzoek naar toekomstbestendigheid van een heringedeelde Maashorst gemeente Landert-Uden, die op 1 juni in de raad van Landert is aangenomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn nog geen conclusies getrokken. De raden beraden zich een volgende stap voor, waarbij de aangenomen motie vertrekpunt is. Doel van deze vervolgstap is dat er meer zicht op de onderzoeksvragen komt. De gemeenteraad van Landert komt hiervoor na de zomer met een voorstel. Huub, je gaf aan de Schapendag 43 jaar geleden begonnen met contacten in Exlo. Ja. Contact maken en dan vervolgens een Schapendag organiseren. Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Hè? Je kunt ergens naartoe gaan en je denkt, hey, dat is hier leuk. Maar jullie hebben besloten om ook hier zo'n soort evenement te organiseren. Ja. Hoe is die keuze destijds ontstaan? Ja, vooral omdat ook de landbouw en de veeteelt destijds opkwam in onze streek. En vooral schapen, ja, daar is de streek nog steeds mee vertrouwd. En dat gaf aanleiding om dat meer naar voren te brengen. En heden ten dagen is vooral het contact tussen mens en dier, ja, dat is niet meer zo intens als voorheen. Dus we vinden het nog steeds belangrijk om dat element toch nog te laten zien. Ja. Annelies, hoe zijn jullie voorbereidingen gegaan? Hoe ga je te werk? Hè? Vorig jaar Schapendag, dan is die afgelopen. Dan drink je met elkaar een kopje koffie of misschien wel een drankje. Zeker. Dan evalueer je. Ja. En hoe gaat het dan verder? Dan gaan we in september, oktober beginnen. Komen we alweer voor de eerste keer bij elkaar. Van nou, inderdaad, wat ging vorig jaar goed? Waar moeten we misschien aan werken? Worden de eerste contacten al gelegd? Van hoe gaan we, ja, wat willen we? Willen we wat veranderen? Hoe gaan we de opzet? We hebben een draaiboek waarin natuurlijk een aantal dingen in vastgelegd zijn. Dat nemen we onder de loep. Van nou, kunnen we dat op deze manier weer aanpakken? Moeten we ergens wat veranderen? Dit jaar hebben we met name veranderd in dat er een aantal nieuwe bestuursleden zijn. Dus dat was een van de eerste dingen waar we aan gewerkt hebben om te zorgen dat we in ieder geval ons team weer compleet hadden. Want je hebt toch echt een aantal mensen nodig die ieder hun eigen terrein hebben om het geheel te kunnen organiseren. En de taken zijn daarin goed verdeeld. Jullie hebben een bestuur van hoeveel personen? 9 personen op dit moment. En die hebben allemaal hun eigen commissies. Waarbij ze vrijwilligers aan zich binden om een aantal taken uit te voeren. Ja. En we hebben ongeveer zo'n 80 vrijwilligers wel nodig. En die worden ook
steeds ingezet. En zijn we ook heel blij mee dat we zoveel mensen nog daar bereid zijn. Er zijn er wel inderdaad heel veel. En jullie kunnen er gewoon ook 80 vinden in Odilia Peel. Ja, nou gelukkig zijn we ermee. Want zo'n evenement, dat is niet iets wat je zomaar uit je mouw schudt. En elke keer weer voor elkaar krijgt. Daar heb je toch heel veel mankracht voor nodig. Zeker om podia op te bouwen, om de schapen ringen te maken en het onderkomen van de schapen allemaal goed te regelen. Ja, want dat is nog steeds het hoofdingrediënt bij de Schapendag, ook echt letterlijk de schapen? Ja, we hebben in contact met de vereniging speciale schapenrassen hebben we contacten mee. Die brengen dus ook allerlei soorten schapen. En daarnaast hebben we schapen scheren, we hebben schapen drijven. Dat zijn activiteiten waar de mensen ook aan deel kunnen nemen. Ja, de mensen aan deel kunnen nemen, de bezoekers niet, neem ik aan. Maar wel de mensen, of ook de bezoekers? Nou, bezoekers kunnen in ieder geval heel dicht bij de schapenkeuring zijn. Om te kijken van wat voor schaap is het mooiste. En waar let een keurmeester nou op? Mm-hmm. Wat zijn de kwaliteiten? Dus daar kunnen ze altijd ook aan deelnemen en kijken. Daarnaast hebben we alpaca's dit jaar. En dat is een kamelensoort uit Zuid-Amerika. En dat is weer iets heel apart. Ja, die hebben als je daar sokken van koopt, van alpaca wol, krijg je nooit koude voeten. Kijk, dat weet ik dan weer. hoe komen jullie aan de deelnemers van die Schapendag? Of in ieder geval aan de mensen die iets laten zien, het schapen drijven, het schapen scheren. Nou ja, hoe kom je aan die alpaca's? Ik kan me niet voorstellen dat jullie een marktplaats hebben van oude ambachten of diersoorten, of misschien ook nou ja, wel. We hebben natuurlijk door de jaren heen een behoorlijk bestand opgebouwd van contacten. En die kennen weer mensen, dus het is ook vaak via natuurlijk de schapenrassen, de keuringen. Gaat natuurlijk ook via de vereniging, de contacten die daarmee mee zijn. En ja, zoals ik al zei, er zijn heel veel contacten in het verleden opgebouwd. En daar ga je weer op verder. En enkele bestuursleden die ook heel nauw met de schapenwereld verband zijn. En dan is de lijn, dan zijn de lijntjes kort. Ja. Maar even het voorbeeld van de alpaca's. Hoe zijn jullie daar, wie kan daar iets over vertellen? Hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Eigenlijk toeval. Gewoon eens kijken van wat staat er overal in de wei en wat past er bij het evenement. En kunnen we de mensen interesseren om dat juist aan het publiek te laten zien. Ja. En ook die dieren dus, zeg maar, dat ze aaibaar zijn. Ja. We willen zoveel mogelijk dat mensen direct met dieren in contact kunnen komen. Waarbij de veterinaire eisen natuurlijk heel streng in acht worden genomen. En de veterinaire eisen, Annelies, kun je daar iets over vertellen? Ja, bepaalde entingen waar aan vandaan moet worden. We hebben ook contact met een dierenarts die ons daarin in begeleidt. Van wat zijn de nieuwste eisen, want ook dat verandert natuurlijk. Ja. We hebben natuurlijk jaren geleden de Q-koorts gehad. Ja, en daar zijn precies, natuurlijk, ja. Dus heb je ook nog een andere ziekte. De schapen moeten dus vroeger vrij zijn. Hm. Nou, ik ben daar niet zo heel goed in thuis. Als ik al zei, ieder zijn specialiteit. Ieder zijn specialiteit, maar goed, specialiteit. Als daar een... Maar daar wordt wel heel zorgvuldig naar gekeken dat het veilig is voor mens en dier. Ja, ja. Dus dat is wel belangrijk. We maken even een sprongetje naar van de voorbereidingen naar de daadwerkelijke dag. Mm-hmm. Hoe ziet het programma eruit, Huub? Het programma begint voor het publiek om 10:00. Dan wordt het eigenlijk geopend waarbij iedereen vrij toegang heeft. De toegang is gratis. En waarbij dan... elke keer wordt aangegeven wat waar te doen valt en op welke tijden. Er zijn verschillende optredens van dansgroepen, maar er zijn ook allerlei activiteiten voor de jeugd waar ze aan deel kunnen nemen. Dat wordt door de omroepinstallatie of door de informatie wordt dat aangekondigd. Mm-hmm. En dan duurt het tot 5:00. Tot 5:00. Annelies, even de inhoud van het programma. Ik heb begrepen dat jij wat wilt vertellen over het programma met name voor de kinderen en de jeugd. Wat kan je daarover vertellen? Wat is er voor hen te doen? Nou, we vinden het heel belangrijk om kinderen al heel jong met al die kanten van het schapen en het boerenlandleven ook te laten zien. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon is het dat ze plezier hebben. Dat als de kinderen het naar de zin hebben, hebben de ouders het vaak ook naar de zin. Zeker. En dat is dan weer
gunstig voor de terrassen die er ook zijn. Ja, we hebben onder andere een ballonnen man, een clown. We hebben een klimtoren waar geklommen kan worden. Dus we hebben op het plein, zoals wij het noemen, het boerenspul. Die dus inderdaad met heel veel dingen laten zien van hoe het boerenleven er jaren geleden uitzag. Bijvoorbeeld kunnen de kinderen helpen bij het dorsvlegelen, bij het wassen op een wasbord, wat ze misschien nog nooit hebben gezien. Dus dat stukje. Nee. Het in contact komen met dieren, de mogelijkheid om kuikentjes, biggetjes, de lammetjes, zijn inmiddels alweer iets groter, maar echt direct contact ook met de dieren vinden we heel belangrijk. Maar ook lekker een draaimolen, luchtkussens. Dus, maar ook voor de wat ouderen, de klimtoren. Maar ook bijvoorbeeld het kruiwagen hangen voor de iets wat oudere jeugd. Dus we proberen inderdaad van jong tot oud een gevarieerd aanbod hebben we van allerlei attracties en mogelijkheden. Ja, leuk dat die dieren daar dan ook weer in betrokken worden. Hè? Want inderdaad, de kinderen die denken dat melk gewoon uit de supermarkt komt. Ja, dan komt het ook wel. Maar in eerste instantie komt het ergens anders vandaan. En de oude ambachten mogen op de Schapendag natuurlijk ook niet ontbreken. Zeker niet. Die zitten er vast weer in. Wat kan je daarover vertellen? Ja. Nou, we hebben een tingieter, er is een touwslager en onder andere is er een midwinterhoornmaker. Wellicht kan hij er ook op blazen, maar in ieder geval hij maakt ze. Mm-hmm. En daarnaast hebben we allerlei zaken, wat Annelise ook al zei, waar mensen aan deel kunnen nemen. En dat betekent dat ze rog kunnen snijden en dat soort zaken. Ja, ja. Je zei al dat via de omroepinstallatie de mensen gewezen worden naar de plek waar het allemaal gaat gebeuren, waar de activiteiten plaatsvinden. Laat ik eerst zeggen, is Odilia Peel goed toegankelijk? Want op dit moment is het zo dat de rotonde wordt aangelegd en dat betekent dat een aantal wegen moeilijk de doorvoer geven. Het wordt wel allemaal wel goed aangegeven met borden, maar het lijkt alsof er in ieder geval heel veel wegen zijn afgesloten. Dat is niet het geval. Wel is het parkeren, zijn diverse parkeerverboden aangegeven, dus ik raad de mensen aan om toch de borden te volgen naar de parkeerterreinen, om daar gebruik van te maken. Ja. En zeker als je met de fiets of met bromfietsen wilt komen, dat is denk ik de beste weg om toegang tot Odilia Peel te hebben. Ja. Mensen met een beperking, mensen met een gehandicapte parkeerplaats? Er is een invalide parkeerplaats, die wordt ook aangegeven, zodat ook die mensen vrij toegang hebben tot het evenement. Ja, ook belangrijk hè, om te weten. Ja. Dan, weet je, dat doen we zo meteen. De laatste weetjes van waar het is en wanneer het is, dat doen we nadat we hebben gekeken naar onze reportage van vandaag. De laatste week van de zomervakantie staat weer in het teken van de kindervakantieweken. En zo ook in Uden. Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Ja, dat klopt. Wij zijn vanaf november alweer bezig met alle voorbereidingen voor dit komende editie van de Slaperkweek. En nou beginnen we een beetje alle puntjes op de i te krijgen. Maar ja, we zijn inderdaad nog hartstikke druk bezig. Het thema van dit jaar is superhelden. Iedereen kent het, alle kinderen kennen het. Het is allemaal heel populair, je zit ook in de winkels. Dus ja, we denken een heel passend thema voor dit jaar. En dat betekent dat er een drukke week op de planning staat. De echte superhelden die we kennen, die zullen wij natuurlijk wel gebruiken. Maar we hebben onze eigen superhelden dit jaar verzonnen. Ik kan er nog niet al te veel over vertellen, maar het wordt zeker weer een heel spannend en leuk jaar. We hebben ieder jaar het Rode Raad verhaal, daar draait onze hele week eigenlijk om. En dit jaar zal het iets met een postbode, onze postbode Issy te maken hebben. En die gaat van alles meemaken en daar hebben de kinderen heel hard bij nodig om hem te kunnen helpen. Aanstaande vrijdag, dan gaat de kaartverkoop van start. Aanstaande vrijdag zullen wij hier vanaf 6:30 zullen wij hier in het centrum achter mij bij de Wibra onze kaartverkoop gaan houden. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat weer heel Uden er veel zin in heeft. Wij hebben er heel veel zin in, dus en die rij die is ieder jaar natuurlijk mega lang. Dus we adviseren ook altijd de ouders om op tijd hier klaar te staan. Want wij willen natuurlijk alle kinderen mee laten doen. Maar we hebben max en vol is vol. Annelies,
We zijn bijna aan het einde van onze uitzending. We hebben nog twee dingen niet besproken. We hebben niet besproken waar het precies is en wanneer het precies is. Waar het is, nou, dat hebben we al wel gezegd. Odilia Peel, maar met name natuurlijk de Com, het centrum. Precies, van dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Hoe is het bereikbaar? Ja, inderdaad, via de borden volgen, maar een aantal ingangen heb ik begrepen. Nou, voornamelijk de ingang via parkeerterrein aan de via de bereikbaar via de Rokstraat. Ja. Oude Dijk Rokstraat staat inderdaad met borden aangegeven. Ja. En wanneer? Komende zondag, 9 juli. Altijd de tweede zondag in juli. En dat is dan dit jaar inderdaad op 9 juli. Op 9 juli. S'morgens 10 uur. Hebben jullie de worst naar Clara gebracht? Voor het mooie weer? Ja, zeker. Volgens mij zijn de berichtgevingen goed. Dus, zo is het. Dus de worst voor Clara, die heeft de goede zaken gedaan. Ik denk het wel. Ik hoop in ieder geval dat we voor het publiek, dat alle mensen met genoegen naar de Schapendag komen, dat ze daar een hele mooie dag aan kunnen beleven. Nou, aan jullie voorbereiding en jullie enthousiasme ligt het zeker niet, dames en heren. Ik bedank mijn gasten aan tafel, Huub Smeets en Annelies Smits. En voor u, dames en heren, wens ik een heel fijne avond. En heel graag tot de volgende keer.